Goedenavond, bonsoir. Je donne la parole à monsieur Rudnick pour son analyse du match. Bonsoir. Pour l'analyse du match. La très importante, c'est les trois points qu'on a pris aujourd'hui. Après un très bon premier mi-temps, on a marqué, on a eu des occasions pour faire 2-0, on n'a pas fait. Deuxième mi-temps, on a mal commencé, on a fait beaucoup d'erreurs, plus à milieu de terrain. On a donné possibilité pour notre adversaire de dominer le deuxième mi-temps, d'avoir des occasions, de les mettre sous pression. Nous, on a essayé dans quelques contres, on a eu quelques situations pour marquer, on n'a pas marqué. Mais le deuxième mi-temps, si on prenait un but, c'était normal. C'est dommage qu'on a... C'est important qu'on a gagné le match. Je dois féliciter les joueurs après les défaits qu'on a eu à la maison. Ils ont eu une bonne réaction, mais ce n'est pas assez. Hein. Parce que si tu as devant toi une autre équipe, peut-être que tu perds ce match. C'est dommage. Hein. On a fait juste le côté de notre travail aujourd'hui. Les trois points qui restent, c'est dommage pour cette de Bruges. C'est une équipe qui joue, qui fait les jeux, mais qui perd des points. Je trouve que le Cercle de Bruges ne doit pas être la dernière équipe de cette championnat. Merci, M. Rennich. Meneer Boy, uw analyse van de wedstrijd. Ja, dat is dat wij slechts één helft hebben gevoetbald. Dat was de tweede helft. In de eerste helft heb ik een heel angstig team gezien en die uiteindelijk niet voetbalde en die met kunst en vliegwerk tot de rust in ieder geval de 1-0 op het bord heeft gehouden. En dat was nog een aanknopingspunt. Maar ja, geen voetbal in de eerste helft. En, als je daarin niet voetbalt of elkaar geen opties geeft, dan speel je precies dan daar in de kaart. Want in die balovernames zijn zij heel gevaarlijk met snelheid naar voren. Dus het had niet zozeer te maken met de verdedigende organisatie, maar vooral de organisatie in balbezit. Wij lieten onze twee centrale verdedigers helemaal alleen. Die gaven we geen enkele optie. En, ja, daar maar één optie, dat was of terug of eigenlijk een lange peer naar voren. Waarbij die toch door Standaar vaak werd gewonnen en de tweede bal zeker ook. Dus die konden van daaruit snel naar voren gaan. Dus ja, in de rust heb ik aangegeven dat, ja, wat willen we? Ik heb het mijn spelers gevraagd, wat willen jullie? Willen jullie zo blijven spelen, lang halen of willen jullie voetballen? Het is aan jullie om de keuze te maken. Je weet wat ik wil, maar als jullie het anders willen, zeg het dan. Nou, daar kwam eigenlijk een eensluidend antwoord uit de groep van nee, wij willen voetballen. Nou, ik zeg, dat hebben we niet gedaan. En dan vind ik ook dat het mijn plicht is om hun aan te geven hoe we het dan wel moeten doen. Ik kan het altijd hebben over iets wat niet goed gaat, maar dan moet je ook komen met opties om het te verbeteren. Nou, er zijn een aantal zaken. Dat is enigszins in balbezit de organisatie. Nou, dat stond in de tweede helft, zoals je allemaal hebt kunnen zien. Ja, ik denk bijna 100% beter. Maar ook meer tempo, ook meer passie, ook meer beleving, ook meer naar voren gericht. Combinaties. En dan kun je het, ook een team als Standaar, kun je het moeilijk gaan maken. En we hebben onze kansen gehad. En we hebben onze kansen gehad. In de eerste helft ook, maar ook Standaar. Dus 1-0 ruststand, daar kon ik dan ook mee leven. De tweede helft hebben we ze gehad, Ucebo en Bogassion. Die hadden toch grote kansen om gelijk te maken. En ons is het ook weer opnieuw een penalty onthouden. Met een 100% hensbal. Maar ja, oké, ik heb al buiten ook aangegeven, ook in de groep. Laten we het daar nou maar niet over hebben. Dat een scheidsrechter ons iets niet geeft. Of een ander wel. Want dat gebeurt al zo vaak dit seizoen. We moeten het toch echt bij onszelf zoeken. En voetbal is nou eenmaal 90 minuten. En ik denk dat we het met name in de eerste helft hebben onszelf tekort gedaan. En daar hebben we het laten liggen.
En in de tweede helft hebben we getoond zoals het moet. Maar dat is iets te vaak het geval. En dan loop je achter de feiten al. Dus ja, ik ben zeer, zeer geïrriteerd over de eerste helft. Maar ik heb ook na de wedstrijd aangegeven dat we voorlopig alles maar eens uit ons hoofd moeten zetten. Want we zullen wel weer een of andere poll krijgen in de media van wie gaan de onderste twee worden of wie wordt de onderste. Nou, je kan er niet eens meer rijk van worden als je erop wet. Dus laat het allemaal maar. Laat het allemaal maar. Accepteer nou maar dat iedereen zo over je denkt en, over, en dat dat zo is. Maar het gaat uiteindelijk om hoe je er zelf mee omgaat. En een voordeel denk ik wel in deze periode is dat, dat veel wedstrijden elkaar nu gaan opvolgen voor ons. En dat betekent dat je het ook weer snel van je af kunt spelen. Dus ja, de intrinsieke motivatie van de speler is hierin heel belangrijk. En dat ze weten van ja, als je speelt zoals in de eerste helft, dan zul je nooit wedstrijden kunnen winnen. Maar als je speelt zo in de tweede helft, dan kun je wedstrijden winnen. Maar dan 90 minuten. Dank u. Zijn er vragen? Erik is stil. Ik wil de wissels nog even toe. Tim Smolders moest eraf vanwege een gekneusde rib. En in de tweede helft heb ik aanvallend gewisseld. Ik moet eerlijk zeggen dat Karel van Rozen fantastisch is ingevallen. Dat wil ik hier ook wel even melden. Dat deed je echt heel goed. Daar was ik heel blij mee. En uiteindelijk aanvallend gewisseld. 4-4-2. Meer in een kommetje. En om toch te kijken of we de 1-1 konden forceren. En Carvalho eraf gehaald. En die vond ik ook slordig spelen, moet ik zeggen. Ja, dan bon retour à nos amis de Standard de Liège. Een goede thuiskomst. En wij zien elkaar hier terug voor de derby op 28 februari. Bedankt voor uw komst. En ik bedank ook aan de supporters. Er waren er toch een 12.000 en dat geeft ons toch een enorme steun. Dank u vriendelijk.